Voor de Expo-agenda ging BTV langs bij de Drog in Heilo en de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. Tot en met zondag 30 juli wordt door Galerie De Buitenkans in Heilo een expositie georganiseerd met werken van Mariel Thijssen, Irma Meulemans en Willy Doornmijnen in de Trog aan de Bullaan 4. Mariel Thijssen woont in Alkmaar en struint als natuurliefhebber vaak in bossen en jut op het strand. Deze natuurgebieden leveren haar vele mooie vondsten op. Aangespoeld hout, zeewier, schelpen, houtstronken en verroeste ijzerwaren. Combinaties daarvan exposeert ze in de Trog. Willy Doornmijnen begon in het analoge tijdperk als hobby met fotograferen. Dankzij de vele mogelijkheden van de digitale fotoapparatuur krijgt zij later de techniek om mooie plaatjes te schieten steeds meer onder de knie en groeit haar hobby uit tot een heel plezierig en leerzaam tijdverdrijf. Irma Meulemans uit Alkmaar is al 30 jaar als kunstenaar actief. Irma gaat uit van een non-figuratieve compositie. Ze werkt uit het beeld. Eigen beeldspraak wordt weergegeven met het medium acryl. Schilderen en creatief bezig zijn bieden Dirk-Jan Andriessen de ontsnapping en leveren hem de gewenste mentale vrijheid op. Zijn kleurige, uiteenlopende werken ontstaan doordat hij intuïtief aan de slag gaat met olieverf, houtkool en acryl. Zijn werk is tot 29 juli te zien bij de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar.